Hallo, en mijn broer gaat de rest vertellen. Hallo allemaal, welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag doen wij de bucketlist. We hebben een proef uitgeprint. En gaan we proefjes doen. Ja, eigenlijk één proefje vandaag. En vandaag heet het proefje Digiblad, bal in het water. Oh, oké. Rare naam. Vandaag gaan we eerst glas. Benodigdheden. Glas, schenkkan met water, pingpongbal en 10 minuten. Hoezo hebben wij 10... Oh. Ja, we hebben 10 minuten nodig. Ja, oké, we hebben 10 minuten nodig. Oké, we beginnen met stap 1. Vul het glas met water tot een klein stukje onder de rand. Wat mag jij doen? Dat gaan we doen. Nou, schenk maar in. Ja. Klein stukje onder de rand. Zo. Ja. Jij zet maar neer. Zo. Stap 2. Leg de pingpongbal in het water. Doe maar. Ja. Oké. Vraag 1. Waar ligt de pingpongbal? In het water. Dat staat hier serieus. Als jullie het niet geloven, je kunt het waarschijnlijk niet lezen. Dat is ook niet de bedoeling. Ik weet het al. Waar ligt de pingpongbal in het water? Oh, aan de zijkant? Ja, aan de zijkant. Oh, kijk. Oké, dat is de vraag. Hij ligt tegen de zijkant aan. Ja, en als we hem in het midden leggen, dan gaat hij ook naar het water. Ja, oké. Dus vraag 2. Wat denk je dat er gebeurt als het glas verder vult? Als je het glas weer meer met water vult. Wat denk jij? Nou, ik denk dat de pingpongbal er dan gewoon op blijft zitten. Denk je? Ja. Ik denk dat hij in het midden blijft zitten. Dat hij dan, ja, dat hij gewoon terug naar de zijkant gaat. Ja? Dat denk ik, ja. Oh. Nou, stap 3. Laat de pingpongbal in het water liggen. Ja. Oké. Gedaan. Gedaan, ja. Stap 4. Vul het glas tot aan de rand met water. Dan gaan we dat even mooi doen. Voorzichtig, Jesse. Niet knoeien. Oh! Huh? Hey! Beetje gemorst. Kijk, weet niet of jullie het zien, maar de bal... Die draait rondjes in het midden van het glas. Wauw, geweldig. Dat had ik echt serieus niet verwacht. Hoe? Oké, geen idee. Stap 5. Kijken. Doe voorzichtig nog meer water in het glas. Zodat het water bol gaat staan. Dat hebben we gedaan. Oeps. Oh. Nou ja, maakt niet uit. Vraag 3. Wat is er gebeurd? Nou, we hebben net uitgelegd. Kijkers, ik weet niet of wat jullie daarvan vinden. Maar oké, slaan we over. Vraag 4. Hoe denk je dat dit komt? Ja, hoe denk je dat dit komt? Ik denk... Is doordat het water tot de rand gaat, dat het dan bol gaat staan, het water. En dat het balletje op het bol blijft staan en niet naar de zijkant valt. Ik heb er geen idee. Nou, oké. Dat was dan de video. Ja. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En tot de volgende keer. Later!